Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ben Mark en ik weet niet of jullie het nu kunnen zien, maar daar zit een duif. Roekoe. Het blijft gek hoe ze kijken of hoe ze bewegen met hun nek. Echt waar. Oh my god. Ik laat het beest wel gewoon lekker zitten. In ieder geval mensen, zoals jullie kunnen horen aan mijn stem misschien, het is ochtend, het is nu 11:30. Ik ga vandaag een leuke vlog voor jullie maken, tenminste dat hoop ik. Ik hoop dat jullie het leuk vinden allemaal. Ik ga in ieder geval hier zo nog eventjes een stukje video editen. Om precies te zijn, nog een stukje vlog. Want ik neem dit op nu op een week eerder voordat deze vlog online komt, maar maakt niet uit. Ik ga nu nog eventjes hier een stukje editen van een video die ik hier heb staan. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Het is bijna 12 uur, dan ga ik even eten, rond het laten, dan kom ik hier weer terug. En vanmiddag, dan is het tijd om cake te gaan bakken. Super veel zin in. En doe alvast eventjes een duimpje omhoog voor het cake bakken. Ik ga hier nog even verder. Ik zal jullie even vertellen hoe het tot nu toe ervoor staat. Ik heb nu net gegeten, de hond uitgelaten en nu is het ondertussen al 2:30 in de middag. En ik heb nu een video in de render staan. Dit is, om eerlijk te zijn, de vlog van voor jullie ondertussen vorige week. Want ik neem de vlogs een beetje eerder van tevoren op. Het komt allemaal niet, goed uit. Dus het is allemaal wat eerder nu allemaal opgenomen. Dit is in ieder geval een vloggie. Deze hebben jullie vorige week ook gezien. 7,5 minuten ongeveer. Super tof. Hierin ging ik pannenkoeken bakken. En zometeen dus de cake bakken. Ik zal even naar beneden lopen. Want hier zo. Kijk. De boter. Die is bijna zacht. Mag nog wel eventjes. Want die moet natuurlijk goed zacht zijn, zodat het makkelijk gemixt kan worden. Want ik zal even kijken trouwens waar de verpakking ligt van de cake. Vaak hier zo in de kast. En ik denk dat ik hem al zie. Boerencake. Ik heb dit wel eens eerder gebakken in een vlog. Dat is ondertussen al meer dan een jaar geleden of twee jaar terug. Hier zo, boerencake. Lekker luchtig staat erop. 200 gram boter, dat is dus die boter die aan het dooien is. 4 eieren en 1 eetlepel water. Nou, dat komt zo meteen allemaal wel goed. Dat gaan we zo meteen allemaal doen in ieder geval. Niet dat ik het nu ga doen. Want nu ga ik mijn camera eventjes aan de lade leggen, zodat die zo meteen goed vol is. Ook zo meteen als we hier toevallig bezig zijn om iets te gaan mixen of weet ik veel wat, dan kan ik gewoon deze eruit schuiven. En dan leg ik hier mijn telefoon op. En dat had ik vorige week met het pannenkoekenbakken ook gedaan. Dan zie je heel mooi vanaf bovenaf wat ik aan het doen ben. En ik ga natuurlijk ook mijn camera gewoon zo vasthouden. Dan ben ik hier bezig, zeg maar. Dat ga je zo meteen allemaal zien. Eerst leg ik even mijn camera aan de lader. En mijn telefoon, die kan van de lader af. Hier zo. Dus tot zo meteen. Ik ga nu eventjes een... Dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik ga nu een spel spelen wat ik al een paar maanden echt niet aangeraakt. Het staat nog steeds op mijn pc. Het vreet echt ruimte, opslagruimte. En dan heb ik het over GTA. Dus dat ga ik nu eventjes lekker spelen. Gewoon even lekker kloten, een beetje stunten met auto's. En dan even wachten op mijn camera vol is. En ongeveer over een uurtje dan ben ik bij jullie terug met de cake bakken. 1 hour later. Oké, mensen, ik sta hier nu in de keuken en het is tijd om te gaan beginnen met de cake bakken. Het is ook zo gedaan in principe, dus geniet ervan zover ik wat ga filmen. Het is in ieder geval eerst tijd om, en even al die troep aan de kant, om de boter te gaan snijden. Dit stuk moet er vanaf en dan moet dit gewoon hierin, moet even gemixt worden en dan de rest erbij natuurlijk wat hier allemaal in zit. Dus laten we het even gaan doen. En nu moet dit even gemixt worden. Zo.
Zoals jullie kunnen zien, mensen, dit is nu gemixt. Dit is dus gewoon het hele beslag. Dit moet hier nu in. En daarna mag het oven in. De cake zit in de vorm, zoals jullie kunnen zien. En het is een beetje een bende, dat wordt zo meteen nog opgeruimd. Ik ga hem in de oven doen en dan 60 minuten ongeveer. Daar gaan we. Boom. Zo, en nou, hier als het goed is, kan ik hem op 60 zetten. Dit zou wel genoeg moeten zijn nu. Volgens mij gaat hij nu automatisch aan. Ja, top. En over een uurtje dan is hij klaar. Nu de cake in de oven zit en we dus nog ongeveer een uurtje moeten wachten, ga ik eventjes een opname doen voor Mark 2. Dus ik zit helemaal klaar, zoals jullie kunnen zien. Mooi outfitje zo aan. En het is tijd om voor mij te beginnen met het spel Layers of Fear 2. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Vanavond of zo ga ik misschien die nog eventjes editen. Dat zien jullie allemaal wel. Ja, we zijn dus in ieder geval zometeen een uurtje verder. Op naar zometeen de cake. Ja mensen, hij is klaar. En als het goed is, kan ik hem nu gewoon eruit pakken. Dus doe ik het eventjes. Oh, hij ziet er wel goed uit hoor. Daar gaat hij. Kijk, boom. Dat is hem. Zo, je ruikt hem wel goed hoor. Hij ziet er goed uit. Nu moet hij alleen nog eventjes afkoelen. Maar dat is logisch. Deze zal ik uitzetten. Zo, die oven staat nu uit en ja, dit is hem dus. Ik zal een fotootje maken voor de thumbnail van deze vlog en dan vanavond even een stukje proeven. Zo mensen, jullie zullen je misschien afvragen waar ik nu ben. Ik loop nu bij de Aldi, want ik ga slagroom halen voor die cake vanavond. Dus hier zijn we, de welbekende Aldi. Parkeerterrein hier zo. Dus ik ga even zoeken naar slagroom. Fuck yeah, ik heb de slagroom gevonden, ja ja. Dus deze die kan ik mooi hier zo in mijn jaszak stoppen. Valt het niet op. Een beetje gek als iemand met een beslagroom op straat loopt natuurlijk. In ieder geval, ik ga nu weer op de weg naar huis. Het is om de tijd om te gaan eten. Wat we gaan eten weet ik niet. Het is al 4:15. Dus ik was ook net op tijd voor dat winkel dichtging. Gaat hier om 6:00 dicht als het goed is. Ik ga in ieder geval nu naar huis lopen weer. Het is een klein stukje, dus dat scheelt. Ik zie jullie in ieder geval zo. Oké mensen, ik zit hier nu nog eventjes in mijn studio en we hebben dus net even lekker gegeten, ook nog, ondertussen al. We hebben net eventjes patat opgebakken, want we wisten anders even niet wat we moesten eten, dus hierboven zien we nog even een fotootje ervan. En nu is het tijd om nog eventjes hier een beetje te grutten dingetjes te doen. Ik ga een klein stukje editen van de video die ik heb opgenomen vandaag. Het was een lange video, 45 minuten opgenomen. Holy shit, ongeveer, ik denk dat de video ongeveer 35 minuten zou worden, want ik knip nooit zoveel uit deze Let's Play video's. Dus het wordt een leuke lange video van Mark 2, die staat voor jullie ondertussen al online waarschijnlijk. Link staat wel even in de beschrijving als ik het niet vergeet. Ja, ik zal eventjes mijn editprogramma nog even aangooien, nog even een stukje editen. En dan morgen, dames en heren. Ah, oh, dan weer maandag. Ah, ergens wat er is. Maandag. Ja. En ik zal mijn rooster even laten zien aan jullie, of even laten horen aan jullie, want ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan, een rooster aan jullie laten horen. Maar toch doe ik het even. Oké, ik ben... What the fuck, hey. Ik heb tering korte dag morgen. De kortste van alle dagen. En de kortste dag is donderdag, want dan ben ik vrij. Dus dat is helemaal top. Voor jullie is het ondertussen al geweest deze week voor mij. Heel gek is dat allemaal, maar oké. Ja. De week gaat morgen weer beginnen en voor jullie is dat midden in de week altijd. Holy damn. Dan gaan we er gewoon tegenaan. Wat een weekend heb ik gehad eigenlijk mensen. Gisteren was het zaterdag. Nou, even, ik begin even bij vrijdag. Want vrijdagavond had ik een livestream gedaan hier op Twitch. Toen had ik Hello Neighbor 2 gespeeld. Dat is het vervolg op de eerste game natuurlijk. Eens even wennen. Ik ben redelijk ver gekomen al. Ik ga misschien volgende week proberen uit te spelen. Voor jullie is het ondertussen ook al geweest. Ik ga misschien nog wel een short videootje uploaden ervan of zo. Dus dat. Dus dan blijft het nog in ieder geval bewaard. En in die livestream had ik ook mijn eerste donatie gekregen. €2,50. Dus dat is eigenlijk wel mooi en gunstig dat dat gebeurd is. Want dan weet ik ook precies hoe en wat. Hoe het allemaal werkt. Ik moet dus een apart
tabblad openzetten op mijn PC, anders kan ik niet de donatie teruglezen. En dat kan ik nu dus wel. Met een bepaald programmaatje van Stream Elements. Dus dat is helemaal top. Dat spel ga ik waarschijnlijk ook nog wel op mijn gamekanaal spelen een keertje. Maar daar moet ik nog even op wachten. Ja, er komen zoveel verzette series ook aan en zo. Dat was in ieder geval mijn vrijdag trouwens. Dan gaan we door naar de zaterdag. Dan ben ik even naar mijn oma geweest. Video's geëdit. S'avonds Euro Truck Simulator gespeeld. En daarom wijs ik naar mijn stuur. Euro Truck Simulator gespeeld inderdaad. Ik heb een heel lang ritje openstaan op mijn privéaccount. 40 uur lang namelijk. Het ritje. Tyfus. Dus dat heb ik lekker tot s'avonds laat gedaan. En nu zondag hebben jullie inderdaad gezien wat ik vandaag allemaal heb gedaan. Lekker cake gebakken. Ik zal zo meteen trouwens nog eventjes beneden, voordat ik het vergeet nog. Tuurlijk, ga ik het niet vergeten. Maar nog even een stukje nemen, want daarvoor ben ik ook natuurlijk naar de winkel geweest om slagroom te halen. Dus ik zal niet te veel meer gaan lullen. En naar beneden gaan om even lekker een stukje cake te proberen. Ja. Zo mensen, dit was dan mijn zondag. En ook gelijk deze vlog. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten. Ik in ieder geval wel. En ik kom een leuke TikTok tegen van iemand die aan het lachen is. Let op. Ik zou helemaal gek worden. Maar goed. We hebben dus vandaag lekker cake gebakken. Helemaal top. En voor de rest gewoon een lekkere chill dag gehad. Wat ik vaak nog eventjes doe voordat ik ga slapen. En dat ga ik nu ook nog eventjes doen. Dat is even lekker Candy Crush spelen. Want ik ben echt heel ver. En dat motiveert me om gewoon door te gaan. Dus dat doe ik nog steeds. En ik weet nog wat ik ermee begon. Dat was ongeveer in 2020 al. Ja, toen de corona net was natuurlijk. Toen begon ik ermee. En ik zit nu ondertussen, na 2,5 jaar, zit ik, of bijna 3 jaar alweer, niet normaal, zit ik op level 2457 om precies te zijn. En het begint moeilijker te worden. Maar goed, dat ga ik zo meteen helemaal in ieder geval verdoen. Voor nu, bedankt allemaal voor het kijken, duimpje omhoog, abonneer, reageren. Wilt u andere video's van me zien, klik daarnaast maar op de knoppen en hier keer abonneren. En dan wens ik u een fijne week, ook al is voor jullie de week alweer bijna voorbij. Ik wens mezelf een fijne week, hopelijk jullie ook. Hopelijk heb je al een fijne week gehad. Bijna alweer. En dan checken we bij een nieuwe video. Volgende week woensdag om 4 uur natuurlijk weer. Op dit kanaal. Doei mensen!